Bekisters zijn heel moeilijk te vinden, ja. Goed, bijna niet. Je moet het zeggen zoals het is. Ik kan niet zeggen dat ik als kind al droomde van bekister te worden. Ik had iets anders in gedachten. Een wielrenner, maar niet goed genoeg. Ik ben Bart Holsbeeks en ik ben bekister. Bekister, dat is eigenlijk vormgeven van betonconstructies. Dat de beton op zijn plaats blijft, is dankzij de bekisting. Ik ben Philip Dane en ik ben bekister, net als Bart. In heel mijn leven heb ik eigenlijk nog maar één job gehad. En ik doe het nog altijd graag. Het is ook alle dagen iets anders dat je moet doen, hè. Vandaag zijn wij bezig met het bekisten van het landhoofd, van een brug. En dat kan even goed zijn dat wij volgende maand ergens aan een flatgebouw bezig zijn of aan een woonzorgcentrum. Hier zijn we momenteel bezig aan deze brug met de systeembekisting van Peri. En ja, dat is wel gemakkelijker als traditioneel altijd. Vroeger was dat veel met hout, balken. En tegenwoordig is dat met systeembekistingen. Dat zijn panelen die worden zo geleverd en die worden eigenlijk geplaatst op de grond. Die worden dan in elkaar geslagen met klemmen. En daar worden nog patrellen opgezet voor de versteviging van de kist, want als er kan de kist komen rond te staan. Als er langer wanden bij zijn, moet er een uitzettingsvloeg inkomen of anders scheuren de wanden. En dan kun je die opnemen met de kraan en dan kun je die plaatsen. Soms redelijk hoog. Ja, dat zijn altijd risico's aan de job. We hebben van allerlei voorzorgsmaatregelen, zoals veiligheidsschoenen, helmen, handschoenen, harnassen voor in hoogtewerkers en alles te gaan, met altijd veiligheid boven alles. Waar dat de mallen moeten komen, dat wordt door de conducteur op land bezorgd aan ons. En dan moeten wij gewoon de maten aflezen en de landmeter komt dan hoog te zetten en vandaar gaan we altijd naar omhoog. Met andere woorden, een bekister moet plan kunnen lezen, want dat is het deel van zijn werk. Als de mal is rechtgezet, komt de ijzervlechter voor de wapening te zetten en dat moet de beton verstevigen. Wapening is eigenlijk gevlochten ijzer voor de sterkte van de beton. Dan zetten we de mal aan de buitenkant er tegen en dan maken we de hoeken dicht. Dan kunnen we pas beton storten. Als de beton is uitgehard, dan mogen wij de bekistingsmallen wegnemen. Dan staat de betonnen wand daar, mooi te blinken, op zichzelf. Ja. Als we de kist soms afbreken, is dat wel jammer, want dan zie je niet wat wij in feite gedaan hebben. Als de brug binnenkort af is en ik kom er overgeven met mijn vrouw, kan ik wel zeggen, dat hebben wij gemaakt. Mijn vrouw zegt dan, mooi, Bart.